Nederland denkt niet na over sociale media na het overlijden. Dit blijkt uit onderzoek van Nuvema. 88% van de Nederlanders regelt voor zijn of haar dood niets rond sociale media, terwijl 54% wil dat alles wordt verwijderd en 5% het liefst hun sociale mediapagina als rouwplek ziet. Maakt u gebruik van social media? Ja, ik gebruik Facebook en Twitter. En heeft u er wel eens over nagedacht wat u gaat doen met die accounts nadat u bent overleden? Nee, daar denk ik liever niet over na, eerlijk gezegd. Ik ben er zelf dan niet meer, hè? Dus dan moet toch iemand het uitschakelen voor mij dan. Mijn vriend weet in ieder geval mijn wachtwoord. Het is wel handig als hij wegverwijderd wordt, denk ik. Een social media testament is een testament waar je kan aangeven welke account je hebt. En wat je hiermee wil gaan doen. Want u weet dat het bijna onmogelijk is voor uw dierbare om dat uit te schakelen als u niet het testament heeft getekend. Ja, dat wist ik niet. Ik denk, je drukt op de knopje en het is weg. Maar daar moeten we dan toch maar even wat aan gaan doen dan.